Nou, hallo beste kijkers. Tijd voor een nieuwe vlog. Nou beste kijkers, zijn we weer een nieuwe vlog. Wat korter als die van vorige week hoor, maar ja, je moet ergens beginnen natuurlijk. Ik sta hier naast ons grote menubord. Wat natuurlijk buiten staat, waar je aan twee kanten kan zien dat wij nog hele goede betaalbare prijzen hebben. En echt niet twee wijntjes voor 21 euro op een van de eilanden. Ik zal niet zeggen waar, krijg ruzie. Bij mij is de wijn veel en veel goedkoper. Trouwens, ik kom zo weer terug op de afdeling horeca, want ik heb een nieuwtje. En ik zou je zeggen, lekker. Maar we gaan eerst door met iets waar wij de enigste van zijn in Drachten die dat hebben. En het is iets waar ik totaal geen verstand van heb. We gaan door naar Pokémon. Voor de balie, voor in de winkel, Pokémon. En ik zei het net al, ik heb er geen verstand van. Echt niet. Wat hebben we hier? Pokémon kaarten, Pokémon muntjes, Pokémon knuffels, Pokémon pennen, Pokémon sleutelhangers, Pokémon friemeltjes, dingetjes. Zijn er ook nog de duurdere kaarten van Pokémon. Die liggen bij de vitrinekast. Moet je even bij mij vragen, loop ik met je mee. En dat zeg ik, hoesjes, dingen. Ik heb er echt geen verstand van. Maar ja, het is nog steeds hot. Hè, er zijn Pokémon beurzen. Mij krijg je er niet. Maar we hebben het wel. Dus, ben jij Pokémon-fan? Of ken je iemand die gek is op Pokémon? Ik zou zeggen, hup, stuur ze hier naartoe. Of kom zelf langs. Pokémon. Vlak voor de balie. Maar nu, wat ik vorige week zei, los van de ruikertjes hier, heb jij je al opgegeven voor de wandeltocht op 9 september? Een prachtige wandeltocht. En waarom? We hebben hem vorige week helemaal uitgezet, uitgelopen. En ja, hoeveel kilometer, hoeveel stapjes, ik ga het allemaal niet zeggen hoor. Je moet rekenen dat het ongeveer, het is maar net, ja, hoe lang blijf je kleppen en beppen en weet ik niet allemaal wat. Hoe lang, misschien koop je nog wat onderweg, ik zou de pinpas meenemen. En een tas, hè. Dus reken dat het ongeveer 1,5 uur is. Dus, kom zelf. Deel het op je Facebook, roep het op je werk, moet je flyertjes hebben, heb ik bij de balie. Wiebes bijzondere wandeltocht, opbrengst Parkinson Café Drachten, wat veel mensen ook niet weten. En anders, kom langs en je krijgt info, maar geef je vooral op. Je ruikt het niet, maar je ziet het wel. Waarom hebben we nou de dames zoveel luchtjes? De dames hebben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, door de 20 geurtjes. Maar we hebben ook voor de heren, hoor. Daar hebben we ook 2, 4, 6, 8 heerlijke luchtjes van. Grote flessen, over het algemeen 100 milliliter luchtjes. 2 voor 12,50 en eentje voor 7,95. Dus dan ga je toch voor 2, of niet dan? En er staan van die papiertjes bij, hè? Dus niet de hele winkel doorsputen, niet met het spul. Op het papiertje even wapperen, rukken en dan kopen, toch? Luchtjes, grote flessen, 2 voor 12,50. Voor dames en heren. Wat ik net al zei, ik kom terug op de menukaart. De menukaart, weet je wat er nou niet op staat en wat vanaf nu verkrijgbaar is? Ja, en ik ben zo gemeen, ik laat het niet zien. Ik heb nu broodje hamburger. En dat broodje hamburger kan natuurlijk speciaal. Curry mayo siepeltje, maar hij kan ook als broodje oorlog. Broodje hamburger oorlog. En weet je wat nog lekkerder is? En het wordt vast wat harte klapper. Dat is het broodje cheeseburger. Dan heb je dus het broodje, sla, hamburger, tomaat, plakjes augurk. En de Amerikaanse frietsaus, maar daartussenin warme gesmolten cheddarkaas. Nou, ik krijg er zin aan. Jij toch ook? Dus ik zou zeggen, kom langs. En nog steeds dat hele luxe broodje voor slechts 4,95. Nou, dat krijg je niet bij die M. Weet je wel? Dus,
opgeven, kom langs. Je mag ook doneren voor de wandeltocht, is ook prima. Ophouden nu. Het hele verhaal, de hele vlog vind je weer terug op YouTube. Maar vooral delen op Facebook, graag. En ja, echt, kom mensen, opgeven. Hè. We moeten kijken dat we een prachtig bedrag bij elkaar lopen voor het Parkinson Café in Drachten. Nou, ik denk dat ik een broodje hamburger ga maken. Ik denk de cheeseburger. Lekker met veel. Nou, bedankt. Hoi hoi. That's all, folks. Wil je de andere vlogs nog terugzien? Kijk op YouTube, Wiebes Werkoopplaats.